Goeiedag. Ben je Nederlands? Ik ben Nederlands, ja. Je bent wat aan het verkopen? Ja, we proberen een beetje bij te verdienen. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Geen Gasten. Vandaag gaan we weer proberen geld te verdienen aan de toeristen die een plasje moeten plegen. Ja, wij gaan hun laten betalen voor een toilet waar je normaal gesproken niet voor hoeft te betalen. Dat hebben we natuurlijk al een keer gedaan, daarom maken we er een 2.0 van. Het is 50 cent to go to the toilet. Het is eigenlijk 50 cent. Yeah, no way, it's just I only have that for now. You only have 20 cents? Yeah. In die 2.0 hebben we nu veel meer diensten die we die toeristen gaan aanbieden. Onder andere een luchtje, hand sanitizer, toiletpapier. We bieden het ze allemaal aan en als ze daar gebruik van hebben gemaakt, dan helemaal op het einde zeggen we pas, er is een prijslijst, dat kost allemaal geld. Dit is de prijslijst. Ja. Dus wc, jelletje, deo, mondkapjes. Gast, waarom mondkapjes? Het is corona. Nou ja, vat het, voor op de wc. Het kost 5 euro per stuk. Ja, tissues. Ja, deze gaat hard scoren. De handgel. Ik zet mijn geld op deze. Oké. Okay. De hand sanitizer, even goed onthouden, is 50 euro cent per spray. Oké. Okay. How do you say that in English? 50 cents. Per? Per spray. Per, no, it's not a spray, it's a drugje. A drugje? Ja? Oké. Okay. Ik zit eens even die prijslijst te bekijken. Niels heeft de prijzen bepaald. Fucking idiot. Voor één toiletpapiertje 50 cent. Eén druppeltje hand sanitizer 50 cent. Eén tissueetje. Eentje 50 cent. Dit is reuze niet goed. Goeiedag meneer. Moet u naar de wc? Ja? Zal ik hem even schoonmaken voor u? Kijk, dan ruikt het weer naar bloemetjes. Niet toiletpaper? Yes? No worries. 50 cent. Deze gasten brengen ook echt toiletpapier. Het is gewoon netjes aan het vouwen en zo. Lukt allemaal? Gaat goed? Ja? Top. Als u iets nodig heeft of iets aan de hand, kunt u het gewoon zeggen. Hey, no worries man, it's 1,50 euro. It's 1,50 euro for the toilet. Yes, toilet use, here. New rules. Ja, meneer. Heeft u misschien nog een tissue nodig? Of een hand sanitizer? Dan wordt het 1 euro alsjeblieft. Meneer. Dat is een 1 euro alsjeblieft. Maar ik heb geen geld hier. U heeft geen contant bij zich? Nee. You don't have a card or for ATM machine? Coins? I came back in... How long are you going to be here? Because I'm working there. Oh, till 12 o'clock in the evening. Ah, oké. Okay, yeah. Ja? Yeah? Yes. Sure. Oké, okay. Yeah, thanks man. Zou u naar de pinautomaat kunnen gaan? En dan kunnen we wisselen misschien? Nee, het is hier gratis. U trapt er niet in, hè? U heeft groot gelijk. Oh, zo, meneer? Dat is 1 eurotje als u naar het toilet wil. Hoe bedoelt u dat? Nou, dat is toch nooit zo? Dat is sinds een paar dagen is dat zo. Ja, dat... Nieuwe coronamaatregelen. Nee, hij is echt zo. Toen heeft de overheid bedacht dat we daar... Bent u dan namens de gemeente hier? Ja, de government van ons. Heb je daar ook een bewijs van? Een bewijs? Ja, dat u... Jij staat eens op mijn mail. Mijn mail? Ik vind het een rare zaak, maar goed. Kijk eens, een eurotje. Nou, gaat de gang. Hey man, wil je toiletpapier? Nee, of niet? Weet je zeker? Zeker. Iets anders, deodorant? Deootje zelfs wel, oké. Deootje? Doen we dat daarna even. Heeft u misschien een beetje hand sanitizer? Ja, dat... Kijk eens. Dat kan er een drupje. Maken. Ja, toch? Ja, kijk hoor. Zo. Ja. En misschien een tissue ook? Kijk hoor, dat is dan de hand sanitizer is 50 cent. Oh ja, maar ik ga niet nog een keer betalen. De hand sanitizer is... Ja, dan had u dat van tevoren. Sorry, ik kan het ook niet. Ik kan het ook niet. Ik weet niet eens of hier wel... Het is voor een filmpje. Oh ja, ja, ja. Het is gewoon een grapje. Ja. Wilt u nog ergens gebruik van maken? Deootje? Ik moet ervoor betalen. Ja. Ik heb alleen geen... Geen cash? Nee. Oké. Okay. Ja, dus zijn wel. Ja, het is net als bij tanken tegenwoordig. Dan word je wel opgenomen via de camera. Want het wordt wel allemaal opgenomen. Dus je moet gewoon rennen. Nou ja, het gezicht staat nu al op camera, nee, zeg maar. Ja. Misschien dat je later even terug kan komen om te betalen? Nee, ja, ik ben hier aan het werk. Hoe laat denk je dat je er ongeveer bent? 2 uurtjes? Ja, dan sta ik. Nee, want ik werk tot 6. En dan lost iemand anders mij af, maar daar heb ik geen contact mee, dus okay. Hoe... Dan houd het op. Het is erg lastig.
Daarvoor hadden we ook nog gewoon een of andere stoonde gast. Die kwam echt regelrecht uit de koffieshop gerold. En die vertikte het ook om te betalen. Nou ja, die had gewoon geen munt op zak. Over de koffieshop gesproken heb ik al verteld dat je even moet abonneren mocht je niet geabonneerd zijn. Want bij de 425.000 abonnees gaan wij aan de truffels. Hé, hey, is dat even een leuk bruggetje? Doen. Hier rechts onderin heb je een logo in het schermpje. Logootje is er niet voor niets. Als je daarop drukt, dan ben je geabonneerd. Hoe makkelijk kan het zijn? Dankjewel. Maat, er komt een vleug van het oude pislucht in mijn neus, jongen. Meneer. Dat is dan een euro. Openbare toiletten is een euro tegenwoordig. Ja, ik zit hier sinds een week. Je werkt serieus? Ja, ja. Dat is denk ik wel een ander, hè? Het is... Ja, het is nieuwe regels. Proberen mensen... Hoeveel heb je dan? Ja, 2,50. Ja, maar weet je, dan doen we er gewoon. Dan krijg je ook daarna een hand sanitizer, t-shirtje, ja, deo'tje. Ja? Doen we dat. Wilt u misschien nog hand sanitizer? Om de handen te desinfecteren? Tuurlijk. Dank u wel. Dit is wel een euro te veel, meneer. U neemt ook nog een beetje hand sanitizer. Als u 2 grote klodders van het hand sanitizer, dan is dat 2 euro totaal. En hebben we hier, oké, je hebt nu natuurlijk nog 1,50 over. Zou je dan bijvoorbeeld een toiletpapier? Ik heb je 5 euro gegeven, toch? Oh, je hebt me 5 euro gegeven? Nee, ik heb niks teruggepakt. Dus geef me gewoon 2 euro en de rest mag jou. Dan neem ik alleen een t-shirtje van. En wil je een hand sanitizer? Ja, please. Zo. Echt creatief, man. Ja, toch? En deze zo. Is goed, super fijn. Wil je nog een luchtje? Krijg je dan van het huis? Nee, ik heb al een goede parfum. Dankjewel. Sir? Hallo. Hallo. Het is... 1 euro, if you want to go to the toilet. Goedendag meneer. Als ik ergens mee kan helpen, dan moet u maar zeggen hoor, wc-rolletje of een hand sanitizer of iets. Ja, luchtverfrisser. U roept het maar. Ik zit hier immers voor u. Is het nieuw? Ja, nieuwe regels, corona dingetje. Ze willen besmettingsgevaar tegengaan. Dus ze zullen het niet aanmoedigen. Dus er is nu een eurotje voor. Maar mij is een eurotje, ja. Kun je wel missen toch? Nee, kan niet. Cool. Moet je even plassen? Ik moet plassen. Ik doe misschien een deo even. Ja? Zakelijk willen veranderen. Ja, dat is goed. Maar is 1 euro per spray. Ja, maakt helemaal niet uit. Maakt niet uit? Ja, helemaal. Jij bent de top. 1,50. Ja. Nou, anderhalf spreetje dan. Ja. Jongens, deze is van Café De Spiegel. Amsterdam. Kijk, dit is marketing. Lukt het allemaal? Ja. Hoe was het? Dankjewel. Ging het goed? Ja? Heeft u misschien een tissue nodig voor de handen? Een handstand? Dan wordt het 1 euro alsjeblieft. Ah, kijk, de meeste mensen zijn gewoon niet op hun achterhoofd gevallen. Die trap je natuurlijk niet in. Maar goed. Moeten ze eigenlijk zelf heel snel plassen. Dus laten we dat toneelstukje even spelen dan. Hallo meneer. Is het sinds kort betaald plassen in Amsterdam? Ja, sinds kort is het betaald plassen, ja. Oh, nou, misschien wil ik dat wel doen. En, Oh, nou, dat zou heel fijn zijn, maar het kost 1 euro per beurt. Oh, nou, mensen denken dat ik helemaal tyfus gek ben nu ik zo'n gek toneelstukje aan het doen ben. Oh, hallo mevrouw. Komt zo wel. En ik weet trouwens niet of het een mevrouw was, want dat had ook een meneer kunnen zijn. Toiletpaper? It's 1 euro. Oh, look, it's a price list. It's a price list. There's surveillance cameras over here. You'll be caught by the government. Goedendag. Ben je Nederlands? Ik ben Nederlands, ja. Je bent het aan het verkopen? Ja, we proberen een beetje bij te verdienen. Oké, okay. Je ventvergunning wil ik graag even zien. Ja, die heb ik niet bij me. Dan mag je inpakken en weggaan. Nou, gaan we inpakken. Goed zo. Helemaal goed. Zullen we eens even kijken hoeveel we hebben opgehaald, jongens? Ik heb hier een briefje van 5. Die was erbij. 50 cent. 1 euro. Is 6,50, is 8,50, is 10,50. Kijk eens, ja, daar kan je dus een heerlijk pulsie van halen. Zeker. Bij Café De Spiegel, moest ik zeggen. Oh, dus hierna kunnen we nog eentje kopen. Hierna kunnen we er nog een halen. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Want bij 450.000 abonnees gaan we aan de truffels. Ja, en jij ging nu een artje doen, toch? Ja. Jij zegt dat, doe je mee? Om te laten zien hoeveel scheid je wel. Doe je mee? Ik doe mee. Doe dan. Ja, ik doe het nu. Je doet het niet, hè? Tot volgende week.